Nederlanders laten zich wel zien. Ja, hier kan je serieus trainen. Prachtige klim. Het doet nog pijn ook. Soeverein. 2,5 week. Ronde van Frankrijk. Maar de laatste 2 dagen staat hij op kraken. Dit lijkt misschien een berg in de Tour de France, maar het is een berg in Drenthe. De Vanberg bij afvalverwerker Atero in Wijster. Hier wordt in opdracht van de provincie Drenthe ruim 2 kilometer aan nieuwe fietspaden aangelegd. Zo kunnen wielrenners en toerfietsers de berg van fietsprovincie Drenthe echt bedwingen. Ook mountainbikers komen hier aan hun trekken en wandelaars genieten van de natuur. Recreatie en natuur. Dat is niet het eerste waar je aan denkt bij het terrein van een afvalverwerker. Hier scheidt Atero drankenkartons en kunststof verpakkingsafval. Die kunnen dan weer als nieuwe brandstof worden gebruikt. Atero produceert door verbranding en vergisting van afval ook duurzame energie, zoals warmte, elektriciteit en groen gas. Producten die niet recyclebaar of brandbaar zijn, worden gestort op een van de grootste stortplaatsen van ons land, de Vanberg. De berg vormt met zijn 56 meter hoogte een stijgingspercentage van maximaal 15% en zelfs een heuse keienstrook de uitdaging voor de sportieve racefietser. Ook voor de toerfietser is de berg een prachtige plek voor een uitdagende fietstocht. Het uitzicht over het Drentse landschap is geweldig. Bij helder weer kan je Duitsland zien liggen. Iedereen weet dat Drenthe een groene provincie is, maar als je hier zo op de top staat en je kijkt om je heen, het is overal groen waar je ook kijkt. Daar richting Duitsland, allemaal bos. De andere kant op, dan zie je de tv-toren van Smilde. Het is allemaal groen en fietsgebied. Prachtig. Op de top van de berg staat het informatiecentrum van Atero en Stichting Het Drentse Landschap. Behalve over de activiteiten van de afvalverwerker, is er informatie te vinden over een bijzonder stukje Drentse natuur. Het Beekdal van het Oude Diep. Hier, rond de berg, heeft het Drents landschap voor nieuwe natuur gezorgd. De kaarsrechte afwateringssloot is veranderd in een kronkelende beek. De nieuwe omgeving is aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren, zoals de libellen. Een op het eerste gezicht onnatuurlijke samenwerking tussen een natuurorganisatie en een afvalverwerker heeft zo geleid tot een natuurrijk resultaat. Hier hebben alle fietsliefhebbers toch op zitten te wachten. Drenthe is natuurlijk al een fietsprovincie, maar dat je hier ook nog kan klimmen nu, dat maakt het helemaal compleet. Ik ga hier terugkomen. De ontwikkelingen op de Vanberg zijn een onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Daarin staan beschermen, beleven en benutten van de natuur centraal. Het gebied rond en op de Vanberg wordt daarom de komende tijd nog verder ontwikkeld. Zo wordt er het Dak van Drenthe gerealiseerd. Een 800 meter lange wal, gemaakt van reststoffen uit afvalenergiecentrales, vormt dan de scheiding tussen het recreatieve deel van de afvalberg en de plek waar nog vuil gestort wordt. Het Dak van Drenthe wordt met 63 meter uiteindelijk het hoogste punt van Drenthe.